We zelf jezelf echt uitdagen. Maar dat we heel goed in staat zijn om te herstellen. Is dat wat jullie willen? En daar versterken jullie elkaar Is dat alles goed? Maar de ontwikkeling zit nu heel erg aan het voorgaan. Welkom bij 3x15 Minuten. Met ons nieuwe praatprogramma. Waarin we dit jaar een groot aantal managers uit de autobranche hopen te ontvangen. We praten vandaag met Leen de Koning, de algemeen directeur van de Amega groep een van de gezondste en meest succesvolle dealerholdings van Nederland. We praten met hem over hoe hij is als mens, maar ook hoe hij is als manager en hoe hij kijkt naar de markt. Leen, van harte welkom. We zijn vereerd en echt oprecht vereerd dat je onze eerste gast wil zijn in deze drie keer 15 minuten met. In de eerste 15 minuten gaan we het hebben over de mens. En dan de eerste vraag die in ons opkomt is: Amega is een bedrijf van daden, meer dan woorden. Maar ben je ook wel eens gewoon simpelweg trots op wat jullie opgebouwd hebben in de afgelopen jaren? Um, je, bent, uh, je bent trots, je bent met elkaar trots. Alleen je realiseert je elke dag dat de prestatie weer geleverd uh, moet worden. Dat maakt het eigenlijk ook juist, uh, juist uh, zo, uh, zo leuk uh, om elke keer weer te proberen dat trotse niveau te bereiken. Ja. Kun je spreken dat het leiden van zo'n groot bedrijf hè, met honderden miljoenen omzet en heel veel mensen in dienst, dat dat topsport is? Um, ik ben geen topsporter. Dus ik weet niet wat topsport is. Hè. Ik zie het wel. Um, ja, ik zie het niet dat, uh, dat het heel veel energie uh, kost. Hè, want dan raak je moe, uh, moe gestreden. Het is een continu proces waar je wel. Met een competitie bezig bent om het met elkaar elke keer weer, ja. weer beter te doen dan de dag tevoren. Ja, misschien een, wat anders geformuleerd. Moet je een topsportmentaliteit hebben? Namelijk altijd de beste willen zijn? Uh, ja, de beste willen zijn en het beter willen doen, dat is wel een groot verschil. Uh, het doel moet om wat je doet, het elke keer weer beter uh, te doen. Daar bereik je hopelijk de beste in zijn. Ja. Maar dat hoeft niet eens het doel op zich te zijn. Ja. En als jij op een, op een verjaardagsfeestje of zo het hebt over jullie bedrijf, hè, is, het dan, is het dan ook wel gewoon trots? Of denk je dan eigenlijk al meteen, zie je weer die ruimte voor, of zie je die ruimte voor verbetering dan meteen weer? Nee, je spreekt, je spreekt op een verjaardagsfeestje trots uit. Waarom? Hè, het bedrijf bestaat van, uit klanten. Het bestaat alleen maar van mensen die dingen bij ons kopen. Of dat nou zakelijk of een particulier is. Uh, en die lopen ook op dat verjaardagsfeestje rond. Uh, dus wat dat betreft uh, promoot ik het bedrijf, promoot ik de mensen en de goede wil. Uh, en durf ik ook rustig te stellen uh, dat er ook dingen bij ons fout gaan. Ja. Maar dat we heel goed in staat zijn, als er iets fout gaat, om het te herstellen. Ja. Die, die mentaliteit, hè? Uh, je collega-directieleden met wie je bedrijf ja. wordt overgenomen hebt, ja. is dat wat jullie uh, bindt? Dat jullie alle drie die drang hebben om dat constant uh, dat, dat niveau te verbeteren? Ja, dat, dat, dat bindt je zonder meer. Hè? Want uiteindelijk zo'n onderneming, dat doe ik, dat doe ik niet. Hè? Dat doen we met elkaar, met z'n allen. En iedereen heeft daar een bepaalde rol uh, in en heeft ook een bepaalde leidersrol op ieder zijn vakgebied. Ja. Ja, en daar versterk je elkaar in. Ja. Um, ik, ik zei in mijn inleiding, Amega is, is in de markt meer een bedrijf van daden dan van woorden. Is dat dat geldt, dat geldt dat voor jou ook? We hebben in de afgelopen jaren niet veel interviews met jou gezien bijvoorbeeld. Uh, ja, omdat ik vind uh, uh, dat de daden uh, moeten elke dag uh, weer geleverd moeten worden. En ik kan een hele hoop uh, woorden, woorden brengen. He, maar als je even niet oplet, want het is een hele vluchtige branche, het is een snelle branche. De, de ontwikkelingen gaan heel erg hard. Ja, dat is, dat is vinger bij de les. En ik ben er van uiteindelijk van overtuigd dat de daden die je met elkaar neerzet, ja, die vertalen zich uiteindelijk automatisch in woorden. Ja, ja. Uh, mensen die jou kennen, die, die zeggen tegen ons, Leen is, is een hele harde werker. Kunnen we jou als worker workaholic omschrijven? Nee, absoluut niet. Um, want wat ik elke dag doe, zie ik niet als werken. Uh, ja, is ook zo, dat zeggen alle workerholmers. Ja, maar mee eens. Maar ik, ik, ik zie het echt niet als werken. Um, uh, je privéleven is ook een belangrijk onderdeel. Het moet in balans zijn. Het loopt wel heel sterk in, in elkaar over privé in, in werken. Kijk, vroeger. Uh, had ik nooit zo'n behoefte aan, aan vakantie. Want dan zeg ik ja, elke werkdag is voor mij een vakantiedag. Ja. En of ik nou geniet aan het Spaanse strand uh, of ik geniet hier achter mijn, uh, mijn bureau. Uh, voor mij is het uh, heel einde. Kom Ik ben daar wel een beetje op teruggekomen. Want ja. het is zeker een zaak om af en toe ook eens even afstand te nemen ja. en, en uh, tot jezelf komen. Maar dat je op het Spaanse strand gewoon op je telefoon nog kunt zien hoe het gaat met het bedrijf, geeft dan toch ook een soort van rust. Uh, ja, maar ik heb wel gezegd: uh, sinds een aantal jaren ga ik dan een klein beetje op vakantie. Dat als ik weg ben, ben ik weg. Een klein beetje op vakantie. Ja, Wat een klein is een beetje. klein beetje op vakantie? Nou, niet te lang. Oké, okay, niet, niet te niet lang. Meer. Maar voldoende om ook vrouw en kinderen tevreden ja, te houden? Ja, ja. Inmiddels zijn de kinderen zo groot, die gaan zelf op vakantie. Ja. Uh, maar uh, zo ja. is het wel, ja. Ja, ja. Om over jouw kinderen te spreken. Um, Alhoewel, voordat we over je kinderen komen te spreken, we hebben samen eh, met jou hebben we een SWOT-analyse van, ja. van, van, ja. van de branche gemaakt van het dierenbedrijf. De risico's, ja. maar de kansen en bedreigingen. En nou ja, dan zie je dat er bedreigingen zijn, zeker ook kansen. Maar nu even terug naar jouw kinderen. Um, hey, als zij interesse hebben om zeg maar, hun vader achterna te gaan qua carrière, zou je ze dat in deze ongelooflijk complexe branche, zou je ze dat aanraden? Ja, zeg natuurlijk. Je van, jawel? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, hoe complex die ook is. Uh, ja, kijk, als je aan iemand vraagt uh, die een behoorlijke staat van dienst heeft gehad, of niet, maar dan, dan ken je het antwoord al, stel ik altijd de vraag, als je het opnieuw zou moeten doen, en je kijkt terug, had je dan hetzelfde gedaan? Nou, iemand die zegt, ja, dan had ik hetzelfde gedaan, hè, dan is die blij wat hij gedaan heeft enzovoort, dan is het ook een aanrader voor anderen. Als iemand antwoordt van, ja, sorry, uh, ik had het heel anders gedaan. Ja, dan heeft hij denk ik toch een wat minder gelukkig leven gehad. Ja, en dat betekent dus dat als jouw kinderen het gevoel hebben van wij willen ook, hè, wij kunnen ons daarin ontplooien in die branche, dan moeten ze daar lekker gewoon in gaan werken. Ja, natuurlijk. Als, als ze dat willen, moeten ze het doen. Willen ze het niet, moeten ze het zeker niet doen. Ja, jouw oudste zoon werkt inmiddels bij, ja, uh, bij het ja. bedrijf. Wat, ja. wat, wat zijn zijn ambities? Spreken uh, die uit? Ja, zonder meer. Zonder meer. Uh, wij spreken dezelfde taal. En dat betekent dat hij uiteindelijk. Ik bedoel... Ervoor gaan. Ervoor gaan. En kijk, ik ben onderdeel. We hebben een management bij out gedaan in 2012 met, met z'n zijn, met zijn drieën. Ik zeg ook altijd, ik ben onderdeel van een team. Het team moet zich ook uitspreken als we gaan praten over mijn, mijn zoon. Ja. Dat, dat heb ik niet alleen voor het zeggen. Als ik als vader spreek, dan zeg ik nou. Hij heeft, uh, heeft zonder meer uh, de capaciteiten om, uh, om, uh, om, uh, om een ja. goede carrière neer te zetten. Ook in een branche waarin zoveel onzeker is. Ook in een branche waar uh, zo, zoveel onzeker ja, je een beetje. Ik wil hem niet eens onzeker, uh, onzeker noemen. Oké, okay, daar, daar komen we zo op terug als we het gaan hebben over ja. de markt. Dus, ja. we, we, we lopen op de zaken vooruit. Hebben ja. We hebben nog uh, ja. ruim 2 ja. keer ja. vijftien minuten te gaan. Ja. Precies. Um, over zeg maar uitdagingen gesproken in, in 2013 kocht jij samen met je uh, collega-directie, um, ja, Omega Groep hè, bij die jullie meerderheidsaandeelhouder, uh, ja. want jullie kochten de aandelen van Engel ja. AMS. Ja, um, die om, dat, dat zeg maar, was je eigenlijk al gewoon een ondernemer en was het wachten op deze kans? Ja, was het anders. Ik ben, uh, ik ben in uh, 1978 uh, na mijn uh, IVA in Driebergen begonnen bij Ames. Uh, als occasionverkoper, later wat gespecialiseerd in nieuwe auto's. Je bent uh, volgroeid met het bedrijf, volgroeid met het team. Dan in 2012 uh, zie je uh, dat het bedrijf wel eens uh, kan gaan veranderen. Dat wil, uh, dat wil zeggen hè, dat Engel Amers, waar ik heel veel van geleerd heb en heel lang mee samengewerkt heb, toch de ambitie heeft. Om een andere richting op te gaan. Dan ga je je ook realiseren. het bedrijf zou wel eens in andere ja. handen kunnen komen. Um, en ik heb ook geleerd. dat bij een overname. gaat het niet enkel om de, om de kwaliteit van de mensen. maar het gaat ook om. het menselijke aspect erachter. Lig je, ja. lig je elkaar? Snap je elkaar? En bij een overname zie je wel eens pijnlijke dingen gebeuren met het zittend uh, management. En toen hebben wij besloten van... joh, is er voor ons geen mogelijkheid om uh, een aandeel in dat bedrijf te nemen? En uh, die kans is ons geboden ja. door Engel Amers. Uh, en ik moet, uh, moet zeggen, dat hebben wij niet gedaan om zelf ondernemer te worden. Ja. Dat hebben wij gedaan. Uh, ja. Ik zeg altijd maar baanbouwt, ja. want wat we ja. deden... Dat vonden we heel erg fijn en dat ja. deden we graag. Dus en dat konden we op die manier continueren. Dus, dus het is, was eigenlijk meer baan behoud dan de wens om onder, uh, ondernemer te ja. zijn. Ja, ja. Um, we, we zagen zojuist een foto van het, uh, van het management. Ja. Um, kijk, hier heb ik jullie drie. Um, waren die, de, de andere twee ook de reden dat je het aandurfde, deze stap? Ja, zonder meer. Want als je zo'n stap uh, neemt, dan uh, doe je het met z'n drieën. Uh, en wij hebben ook gezegd uh, duidelijk naast uh, de. Wie zien we op de foto overigens? Uh, oh, de niet... Onder mij, ik sta helemaal bovenaan. Onder is dat mij... toeval? Of... Nee, 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 nee hoor. Nee, hoor. Nee. Nee, 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 ja. Dat, ja dat... Toevallig uh, de algemene. Uh, uh, het is toeval. Uh, okay. ja. Nee, er staat uh, Kees Speels. Yeah. Uh, uh, Kees Speels, uh, uh, ook verantwoordelijk voor uh, commerciële yeah. zaken. Uh, en, uh, en, uh, en de handels, uh, handelstak. En onder zien we Niels Ter Brake, ja. uh, uh, Gespecialiseerd in uh, werkplaatsen, ja. magazijnen. Eigenlijk waar de meeste mensen lopen. Ja. Daar is uh, Niels verantwoordelijk voor. Okay. Um, je had dus alle vertrouwen in, je, in, je, in het managementteam dat er ja. stond. Ja. Maar toen kwam er toch het moment dat je thuis moest gaan melden. dat je voor een ongelooflijke hoeveelheid geld. een bedrijf ging kopen. Hoe reageerde je, je, je vrouw? Um, nou, wat ik ook geleerd heb: he, uh, je moet iets gaan delen als je weet dat, het, dat de kans groot is dat het gaat gebeuren. Dus je hebt het in de eerste dus fase. Eerst de hele voorbereiding uh, mm -hmm. heb ik niet gedeeld. Want voor hetzelfde geld ging het niet door. Yeah. He, en zo'n voorbereiding, he, elke. Overname, verkoop is een, is een complex proces. Hè. Dat weten we inmiddels ook met de overnames die we de afgelopen jaren gedaan ja. hebben. Dus je moet pas gaan delen. Dat je zegt, joh, we hebben het eindpunt uh, zo goed als uh, bereikt. Dus je hebt er eigenlijk voor een voldongen feit gesteld? Nee, nee. Uh, gezegd dat, uh, dat we het zeer goed uh, voorbereid hebben. En dat er in onze situatie weinig kan gaan veranderen. In zoverre dat als ik, als ik het verpest, dat ja. ik geen baan meer heb. Ja. Um, Leen, ik zie op de klok dat we nog maar een paar minuten hebben in het eerste deel. Een paar vragen nog. Uh, heb je ooit een moment wakker geleken van deze overname? Want de kredietcrisis, daar zaten we toen nog middenin. Nee, absoluut niet. Nee? Nee, nee. Die, uh... Nee, ik moet zeggen, en dan, 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 dat is inmiddels ook ervaring. Um, soms als je het idee hebt van ik heb het niet onder controle, <coughs> uh, dan zou je wakker kunnen gaan liggen. Dus ja. voordat je dat gaat doen, ga nou ja. eerst eens even kijken waar ja. ben je daadwerkelijk mee bezig. En dan blijkt het in 9 van de 10 gevallen ja. blijkt het altijd een controleerbaar of ja. oplosbaar probleem ja. te zijn, oftewel een uitdaging. Ja. Um, nou ja, goed, jullie hebben het afgelopen jaren goed gedaan, dus, dus in dat opzicht heb je gelijk gekregen. Uh, we hebben ook gevraagd naar je, naar je hobby's, wat je leuk vindt. En dan kregen we te horen vanuit het bedrijf ook oldtimers. Dat, dat vindt hij leuk. Uh, hier zien we je bij een. Nou ja, je ik, weet, kan het ik, helaas, ik kan helaas nee, niet zeggen wat het een, is: een, is, een maar... Volkswagen Porsche 914. Ja. Heb je daar nog tijd voor? Als je... Nou, tijd, het, het vergt niet veel tijd. Hè. We hebben natuurlijk een heel apparaat. Maar wat vind ik het mooie van de historie van de auto-industrie dat de geschiedenis herhaalt zich. En dat vind je terug in die klassiekers. Daarnaast, de auto's die wij hebben staan, brengen erg in beeld de historie ook van het bedrijf. Want Ames is Volkswagen 1947. En ik zeg altijd, als je iemand zijn afkomst kent, wat okay. zijn zijn hobby's, ja. waar komt hij vandaan, dan praat het makkelijker. Ja. En door middel van deze auto's uh, ja. kennen de mensen onze historie en weten we waar we vandaan komen, ja. wat ons doel is. Even, even heel kort, He, heb je zelf een beetje een privécollectie? Of nee, kan die nee, nog wel? Nee, hij is puur zakelijk, ja. uh, zakelijk op, uh, opgenomen. Uh, en ik zeg ook altijd vol, uh, vol trots: die collectie is van het uh, bedrijf. En dan zie je weer privé en zakelijk. Dat loopt misschien wel een beetje door elkaar heen. Ja. Laatste vraag, want uh, de blessuretijd tijd nadert uh, alleen. Ja. Um, je bent 62. Ja. Uh, dat betekent dat je langzaam kunt gaan denken over je pensioen. Of zeg jij zakelijk en privé, zal altijd door elkaar blijven lopen? Ik ga nooit meer pensioen. Nee, 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 nee. Ik zeg ook altijd: aan alles komt een einde. Aan alles. Dat heeft de geschiedenis ook, ook geleerd. Dus er komt ook een einde aan mijn carrière. En ik heb ook gezegd, als ik stop, stop ik helemaal. Binnen het bedrijf. Uh, privé uh, heb ik dan ja. echt nog wel een aantal leuke een dingen uh, waarvan ik zeg, nou, uh, ja. dat, wordt, uh, dat wordt ook leuk. Ja, wanneer is dat? Daar wil ik uh, op zeggen. En uh, mensen in mijn omgeving weten het. Maar de grootste tijd heb ik erop gezet. Op zitten dus dat weet ik zeker heel goed uh, auto mensen verlaten de branche maar zelden dus we gaan je nog wel een tijdje zien uh, tot zover het eerste deel uh, we zijn zo terug en dan praten we met leen over hoe hij is als manager wilt u ook auto's adverteren als een pro dan is er maar één optie. Autotelex Ads. Met de pro app vrijwaart u gemakkelijk op uw mobiel. Nu de auto op voorraad is, start uw eigen workflow. Bijvoorbeeld, de auto krijgt een technische check. En gaat vervolgens naar de poetser. Kan de auto de fotostudio in? De advertentie staat klaar. Nu nog even personaliseren. De vraagprijs wordt bepaald en de auto kan online. Met één klik gaat de advertentie naar alle portals. Welke portals u gebruikt, dat bepaalt u zelf. Met Ads verkoopt u mobiel, snel en professioneel. Altijd al willen adverteren als een pro? Dit is uw kans. We hebben vandaag de gast Leen de Koning. We hebben het net een kwartier met hem gehad hoe hij is als mens. Nu gaan we het hebben over Leen de Manager. Leen, je vertelde in het voorgesprek dat je niet graag goede mensen ziet vertrekken bij Amega. Maar hoe zorg jij nou als manager ervoor dat die mensen ook blijven? Misschien een inkopper om je voor te zijn. Maar het hoofdthema is wel werken moet leuk zijn. Uh, iets wat, uh, wat leuk is uh, gaat makkelijk, dat doe je makkelijk en dat doe je, doe je met, uh, met plezier. Dus wat je in eerste instantie probeert, is met elkaar dat je zegt: joh, het is leuk. Het is leuk wat we doen. Nou, daar hebben we het in, in, het, in het voorgaande kwartiertje over gehad. De competitie. Uh, een spelletje spelen, hè, dat is ook een vorm van competitie, uh, dat maakt het, uh, maakt het leuk. Nou, hoe. Zet je een competitie op door, door alles heel goed te meten in je bedrijf. Of dat nu gaat over bruto winst, aantallen, cijfers en kort op de bal zitten. Als je dat goed in beeld hebt binnen een bedrijf, uh, dan kan je de mensen ook belonen naar wat ze presteren. Ja. Dus uh, naast een, een, een goed basissalaris, en ik praat even voornamelijk in de commercie, uh, moet je de mensen ook. Onderdeel ja. maken in de beloning naar wat ze, wat ze presteren. Ja. Er wordt gezegd Leen in de branche dat jullie mensen eh, goed, niet alleen goed belonen, soms misschien zelfs wel te goed. Kun je iemand te goed belonen? Nee. nee want als je hem te goed beloont, dan is hij niet goed. En dan. Ja. <laughs> dan, dan is, dus als dat variabele, variabel kunnen ze zoveel verdienen als dat ze waard nee, zijn? Nee, zeg maar. je moet wel altijd een plafond met elkaar uh, afspreken. Uh, want uiteindelijk is die onderdeel van de onderneming, waar hij zich als ondernemer moet gedragen. Uh, maar hij bestuurt natuurlijk niet de hele onderneming. Hè. Een aantal dingen die kan hij in het kostenverhaal niet beïnvloeden, ja. hè. die komen vanuit de, vanuit de directie. Ja. Um, je, je, je zei net, wij meten. Ongeveer alles wat mogelijk is. En daar is voor de personeelsbeoordeling ook echt een, een, een soort van stoplichtsysteem aangekoppeld. Um, je, 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 je doet het beter dan je competitie. Dan ben je groen, oranje en als het niet goed gaat ben je rood. Nee, nee want uh, je, moet het, uh, je moet het op een wat natuurlijke manier doen. Een stoplichtensysteem. Ben je rood, dan ben je fout. Ja, dat hoeft ook niet altijd. Wat, wat ben je uh, als dan. je rood bent bij, bij jullie? Uh, dan moet je ergens anders gaan werken. Maar dat gaat... Je, je nee, nee, niet nee, nee, nee want mensen. de prestatie komt voort uit verschillende onder, onderdelen. Ik ben er ook van overtuigd dat mensen zijn niet overal goed in. Mm -hmm. Hè? Uh, elk mens is uniek en heeft zijn specialisme. Uh, iets wat ik ook altijd zeg, iets wat makkelijk gaat, gaat makkelijk nog beter. Uh, uh, en als je een medewerker hef, hebt die iets moeilijk vindt... Uh, Focus je dan wat meer op de dingen die hem wel goed af kunnen en die hij makkelijk kan doen. Wakker die, wakker die aan. He, ik zeg ook altijd: uh, van joh, je moet mij ook geen motor laten repareren. He, dat kan een ander veel beter. Ja, dan moet ik het zelf zeker ja. niet doen. En moeten mensen dat ook niet van mij verwachten? Niet, niet iedereen kan in alles uh, Messi zijn? Nee, nooit. nooit. Dus dat is ook niet het streven. Dat is ook niet het streven. Hè. Uiteindelijk, hè, als je in de in de in de in de sales zit, wat uiteindelijk telt, is wel het aantal wat je verkoopt. Het is natuurlijk wel sterk afhankelijk in welke markt je opereert. Opereer je in de zakelijke markt, opereer je vanuit de showroom, doe je occasions. Maar door de grootte van het bedrijf heb je prachtige vergelijkmaterialen. En ik ben ervan overtuigd dat de competitie die we met elkaar voeren in het bedrijf, om naar buiten zo goed mogelijk bedrijf te is, dat we dat op een leuke, goede manier doen. Ja. En als iemand uh, toch zeg maar, op een gegeven moment iets te lang in het rode blijft, uh, ga je dan ook eerst kijken van misschien heeft hij wel andere competenties die we nu nog even niet op het netvlies hebben. Gebeurt dat? Uh, ja, want als iemand achterblijft, uh, dan, uh, dan moet je hem niet gelijk disqualificeren. Want als je zegt ik ben een warmbedrijf we geven de warmte, we geven de zekerheden, of dat nou een bankencrisis is of een coronacrisis. Mensen moeten kunnen vertrouwen op het bedrijf waarvoor ze kunnen werken. Zit iemand in het rode gebied, zoals jij dat omschrijft, dan ga je met zo iemand in gesprek. En dan ga je op zoek waarom hij in dat rode, rode gebied zit. Ik noem het ook wel eens een intensive care. En ik zeg altijd, in intensive care dat is een afdeling waar je probeert mensen beter te maken. Ja. Uh, in een begeleiding. Nou, dan spreek je af dat je dat samen met elkaar gaat doen. Of via mij of een van de andere leidinggevenden. met het doel om meer uh, te verbeteren. En uh, ik zal je zeggen dat als wij dat doen, want dat gebeurt ook bij ons, dat in uh, acht van de tien gevallen. Uh, uh, komen we weer met elkaar op de rit, zoals ja. dat uh, zegt. En het wil ook wel eens niet lukken. En uh, dan zeggen joh, dan is het misschien toch beter... Uh, om je uitdaging bij een ander bedrijf te gaan zoeken. Ja, maar dat is nooit, uh, no nooit het streven. En even één vraagje tussendoor. Want je kunt je, je salesmensen variabel heel, heel goed belonen. Bij monteurs is dat vaak meer cao-based. Uh, ja, te je kan het... Je kan, het liefst zou ik het door het hele bedrijf... Doorvoeren dat kan niet. Nee. Maar worden ja. monteurs wel eens weggekocht bij jullie? Dat ze gewoon ergens anders voor meer geld kunnen gaan werken? Um, of blijven ze dan liever bij Amega? Ik hoop dat ze liever bij Amega en dat probeer ik te vertalen met de mensen die bij ons werken in de laatste kans. Oftewel, blijf in gesprek, krijg je ergens anders wat, wat aangeboden. Sta er open voor. Hè. Uh, iemand heeft mij ooit wel eens gezegd, joh, de slavenarbeid is voorbij. We zijn allemaal vrij om te gaan en te staan waar we willen werken, wat we willen kunnen doen. Maar geef mij de laatste kans. Ja. En kijk of we dat met elkaar in kunnen vullen, waardoor de werknemer het gevoel heeft. Ik ga toch niet weg. Ja. En, en, en stel nou dat er iemand dan besluit wel te gaan. Word je dan boos? Nee, nee, of? nee, 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 absoluut niet, uh, omdat ik uh, vind iemand is vrij om te gaan en te staan uh, waar die wil staan, waar die wil werken, en uh, ik ook vaak de overtuiging heb dat als iemand weggaat, en stel het is een goed iemand, mm -hmm. uh, dan denk ik nou die komt misschien nog wel eens een keer terug. Ja, dat is ervaring dat je dat. Denkt? Ja, Dat is misschien ook wel ervaring. En geloof in de onderneming waar wij bij binnen Amegagroep Groep met z'n allen voor staan. Ja. Um, Oftewel, ga uit van je kracht. Ja. Als we uh, nog even terugkijken of kijken naar de SWOT die we die we opgesteld hebben, dan zie je dat voor zo'n dealenbedrijf het niet alleen het eigen personeel is en de medewerkers zijn, maar er zijn ook heel veel externe stakeholders. En die heb jij ook te managen. Je moet al die verwachtingen, al die afspraken ja, die, die maar... je hebt. Als je praat, ik doe dit al heel lang en veel mensen weten mij toch elke week wel weer een keer te vertellen dat het nu heel anders is als vroeger. Ja dat bestrijd ik ten zeerste. Kijk, puur het SEC dealerbedrijf, buiten de andere activiteiten die wij doen, dan zeg ik, joh, we hebben een dealercontract en in dat dealercontract hebben we een aantal afspraken gemaakt. Uh, ja, en dan kom je wel eens wat tegengestelde belangen tegen waar je met elkaar, met elkaar over praat om tot een, tot een oplossing te komen. Dat krachtenveld zal nooit gaan veranderen en dat spel blijft altijd hetzelfde. En het ene keer wordt het wat scherper gespeeld als de andere keer. Ik vind het een uitdaging. Ja. Um, importeurs die we erover gesproken hebben, die zeggen, Leen is hard, maar fair. Um, is dat ook nodig om zo lang mee te kunnen draaien in dit, in dit, in ja, dit spel? Ja, ik, ik probeer voor mezelf altijd als ik het er niet mee eens ben. probeer ik altijd wel met, tot een oplossing te komen. Oftewel, van joh, dit kunnen we toch niet doen. maar als we het nou eens op die en die manier zouden doen. Want uiteindelijk hebben we wel allebei één groot belang. Hè, ja. fabrikant, importeur, dealer. Eh, zoveel mogelijk auto's verkopen. ...tegen een zo'n uitstekend mogelijk rendement voor de continuïteit ja. en de doorgroei van de onderneming. Ja, maar je hebt als merkenpalet, uh, je hebt zeg maar, Volkswagen, Audi, oké, okay, dat, dat loopt, dat blijkt ook uit alle cijfers. Maar je hebt ook uh, de Stellant, wat Stellantis-merken, je hebt Hyundai. Benader ja. je die importorganisaties ook anders? Is daar, is daar meer tact nou, nodig om daar verder te komen? Nou, uiteindelijk, de rode draad tussen de importeurs, die blijft hetzelfde... Uh, er zitten uh, zit verschillen uh, tussen de importeurs. Uh, maar dat heeft ook met tijdslijnen te maken. Waar staat het merk op dat moment? Uh, wat gebeurt er binnen het, uh, binnen het merk? Ik vind de ontwikkeling bij uh, Stellantis zeer boeiend. Boeiend, uh, is dat een eufemisme voor kan beter? Uh, nee, nee. Ik vind hem boeiend <coughs> omdat uh, het is een samenvoeging van een aantal grote merken. Uh, uh, waar synergievoordelen uitgecreëerd moeten worden. He, en dat begint al bij de fabrikant met platforms, maar uiteindelijk ook in het uh, in het, uh, het dealerkanaal. En dat is een proces, dat moet je met elkaar uh, gaan uh, door, uh, doorlopen. Ja, uh, wij willen er graag uh, ja. onderdeel uh, van zijn. Uh, omdat ik zie toekomst in, ook in die merken, ja. dat het binnen de Volkswagen merken. Uh, die hebben dat proces in het verleden ook ja. doorlopen. Ja. Uh, oftewel, de geschiedenis herhaalt zich. Prachtig. Ja, ja we hebben er uh, toevallig recent veel over geschreven. Um, en we komen daar ongetwijfeld nog over te spreken. Um, een, een van jouw aandeelhouders, uh, Pon. Um, is natuurlijk Volkswagen Audi, is Pon, dus ondersteunt Pon jullie in al jullie ambities? Want die gaan natuurlijk breder dan sec. Nee, alleen. Pon is een zeer aangename aandeelhouder, omdat hij ons. De ruimte geeft in het ondernemen, in het retailen. Ja. Uh, dus uh, ik, ben, uh, ik ben zeer blij uh, met, uh, met, uh, met die stap en het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ja. Um, nog heel even terug naar die fabrikanten. Het is een, uh, uit die SWOT zeg maar, uh, ze zijn een, een bedreiging. Maar jij zegt, ik ben daar geduldig mee en we, we blijven in gesprek en we zien uiteindelijk het wel de, wel de goede kant. De goede kant op gaan? Ja, ik, vind het, uh, ik vind het geen uh, bedreiging. Het is een uitdaging om samen uh, onze rol in te vullen voor de veranderende wereld. Ja. Ik zeg samen, hè, dan zou jij kunnen zeggen: van ja, maar zie jij dan een dealerbedrijf daar nog plaats in nemen? Ja, ik zeer zeker, omdat ik dagelijks meemaak wat onze kracht is richting de markt. Ja. En dat die verandert prima. Uh, maar er is de afgelopen jaren al een hele hoop veranderd. Ja, ja. Um, we, we, we naderen het einde van dit, uh, van dit blok, uh, Leen. Um, je staat bekend als iemand die graag uh, controle heeft over wat er gebeurt. Je staat ook bekend als iemand die uh, in het verleden zoveel gedaan heeft dat hij wel bewezen heeft dat hij dingen kan. Kun jij dingen uit handen geven inmiddels? Um, ja. Daar ben, ik, daar ben ik van overtuigd. Ik probeer het ook steeds meer uh, te doen. Ook. Want ik zie uh, uh, dat er binnen ons bedrijf een hele hoop goede mensen rondlopen. En ik zeg ook altijd beter een uh, foute beslissing als geen beslissing. Ja, daar, daar Want dan we weet je achteraf wat, wat, wat er fout gegaan is. Ja. En dan moet je ook dingen uit handen, handen kunnen geven. En zelf maak ik ook fouten. Um, ik denk dat dat voor ons allemaal uh, geld ligt. Leen, dank voor dit, uh, voor dit tweede kwartier. Um, ja, we zijn er even tussenuit. En dadelijk in het laatste blok bespreken we met Leen de marktontwikkelingen. BCA heeft veel. Veel ervaring, veel kennis, veel veilingen, veel aanbod, veel partners, veel kopers en veel koopkracht in de Europese remarketing. Dus heel veel mogelijkheden om u verder te helpen. Of het nu gaat om geld, tijd of efficiëntie. Profiteer gerust mee van de kracht van Europa's grootste. Ga naar bca.com/slash profiteer en maak een afspraak. Nou, we zijn aangekomen bij het derde en laatste deel van deze drie keer 15 minuten met. Uh, Leen, we gaan in dit deel uh, de marktontwikkelingen bespreken. En dan wil ik toch gelijk weer even de, de SWOT-analyse erbij pakken. Want als je daarna kijkt, hè, naar die SWOT-analyse, dan zie je dat um, een van de kracht uh, volgens jou voor het dealerbedrijf is dat mobiliteit blijft, alleen die vorm verandert. Dat... He, dat, dat, dat is ook een kans en een kracht. Ja, als je het, als je het nou heel makkelijk gaat maken, eh, dan zeg ik: mobiliteit blijft. He, dus uh, we, blijven, we blijven autorijden. Dat zullen we op een andere manier uh, in de gedeeltes uh, gaan doen. Maar daarachter, omdat we het blijven doen, blijft een businessmodel uh, bestaan. He, uh, daar moeten een aantal partijen een rol, uh, rol in, uh, in spelen. Nou. Als je nu ziet dat de markt verandert. Hè. Er ja. wordt misschien meer via internet uh, gekocht, er wordt meer, misschien meer gebruik gemaakt wordt, uh, van, uh, van deeltijd uh, auto. Dan zeg ik, wat heb je als, uh, als grote dealerholding? Zorg dat je ook in die markten uh, uh, actief, uh, actief een rol uh, gaat spelen. Hoe vertalen wij dat met, uh, met de Omega groep? Uh, dat uh, voorbeeld is uh, onze bedrijfswagen Ja, daar hebben we inmiddels toch wel een uh, onderneming gebouwd die een zeer uniek uh, product uh, biedt, uh, waar we best wel een beetje toonaangevend zijn uh, in Nederland. Nee, nee, bescheiden te blijven. Nee, um, je, je hebt het over de bedrijfswagenactiviteiten. We hebben daar ook overigens een, een filmpje van. Waarom uh, ben je daar zo trots op? Want het is maar een klein deel van de omzet. En ook maar een beperkt deel van het resultaat? Uh, omdat het voor mij het voorbeeld is over iets heel kleins. hoe dat is geworden wat het nu is. Uh, ik heb uh, de overtuiging dat we een toonaangevend bedrijf hebben op dit uh, gebied. En dat is ooit heel klein uh, begonnen: hè, met één e man. Hè, ja. Die deed een beetje betimmeringen in, uh, in bedrijfswagens. Als je nu kijkt, zeg ik, we moeten breder. Breder op mobiliteit. En zeg ik, gewoon beginnen. Ja. Al is het klein. En vanuit het succes, wat je nastreeft, wat je ook weer doet door je, door je metingen, verder bouwen en het, en het groter maken. Zo zijn we vorig jaar met Mobilitics begonnen. En ik hoop dat we daar exact dezelfde weg mee kunnen bewandelen die we tot nu toe bewandeld ja. hebben met uh, PSB. Dus, dus je moet van bijzaken hoofdzaken maken, ook Zonder omdat meer. het hoofdzaken worden. Zonder meer, want het, ja. het versterkt uiteindelijk uh, ook de andere successen van je onderneming. Hè. Uh, met name in de, in de, in de zakelijke markt, ja. uh, ziet men je, uh, je als een zeer serieuze partner, ja. omdat je op. ...het totale gebied actief uh, ben. Ja. Ook de reden dat we in fietsen begonnen zijn. Ja, want jullie hebben ook een, een, fietsenbedrijf, een fietsenbedrijf gekocht. Ja. Um, je, doet, je doet ombouw, je levert wagenparkbeheer. Ja. Je hebt het Mobilitics wagenparkbeheer ja. Ja. tools. Ja. Worden jullie, ja. Word je dan, om het maar even zo te zeggen, een mobiliteitsbedrijf? Uh, uiteindelijk wel. En, en ziet de markt je ook al zo? Of gaat dat nog heel lang duren? Uh, als de markt ons zo wil zien, zullen we zo gezien worden... He? Maar de particulier die een auto in de showroom uh, zal kopen... bij ons wil kopen, of dat nou een prachtige occasion is... of een, een van onze prachtige nieuwe auto's... He? dan zal hij ons als dealerbedrijf uh, zien. Ja. Oftewel, uh, je moet je kansen ook grijpen daar waar ze liggen. Ja, als we de SWOT nog heel even erbij halen... dan zie je ook, dat, 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 dat zeg je, dat um, de zakelijke klant... Het autobedrijf langzaam maar zeker als mobiliteitspartner begint te zien. Ja, ja. Daar, is, daar is ook behoefte aan. Ja. Want de complexiteit van wetgeving, CO2-uitstoot, wordt steeds groter. Dus vergt steeds meer professionalisme. Dus je hebt ook in je bedrijf mensen nodig die samen met de zakelijke rijder. Uh, kan bespreken waar we naartoe gaan, wat voor hem van belang is voor het runnen van zijn onderneming. Ja, maar dan heb ik daar twee vragen over. En de eerste heeft dan te maken met een van de threads. En dat is, er komen forse IT-investeringen bij kijken om dit allemaal mogelijk te maken. Hoe, hoe hou je dat controleerbaar? Of onder, ja, onder controle eigenlijk? Ja, daar investeren wij binnen Amega Groep heel veel in, in automatisering. Je hebt natuurlijk de, de, de Merkensystemen hè, vanuit, de, vanuit de importeurs. En wat wij proberen vanuit die systemen te praten met onze systemen. Mm -hmm. En daar onze voordelen uit te halen. Kijk, als wij nu bijvoorbeeld kijken naar een afleverproces van een nieuwe auto. En daar bedoel ik mee van aankoop tot aflevering. Uh, dat, is, uh, dat is verregaand te automatiseren. Ja. We krijgen natuurlijk allerlei data's. Hè, wanneer de auto gepland is om te bouwen. Wanneer de auto definitief gebouwd is. Ja. Wanneer die uiteindelijk gebouwd is en op transport gesteld wordt. Als je die systemen koppelt en je gaat dat communiceren met de klant. Dat hij exact weet waar de uh, door hem bestelde auto zich op dat moment in het proces bevindt. Kan je automatiseren. Als je dat automatiseert. Uh, dan sp spaar je een hoop hendelingen binnen je bedrijf uit. Ja. Maar alleen jullie zijn een groot bedrijf, 100 miljoen omzet, goed resultaat. Dan kun je gewoon een team, in ieder geval van acht mensen aanstellen die daar ook dagelijks mee bezig is. Maar er zijn ook heel veel dealerbedrijven die hebben 30 miljoen omzet en die hebben daar één, één iemand voor. Die moeten dat extern doen. Die gaan daar gewoon als ze pech hebben aan onderdoor. Ja, maar als de versnelling groter is door de deling, moet je altijd delen. Daar wil ik mee zeggen, als je klein bent hè, en je hebt niet de financiële middelen om dit neer te gaan zetten, hè, dan zeg ik je, ga dan delen met andere bedrijven om gezamenlijk dit systeem te ontwerpen. De schaalgrootte mag nooit een excuus zijn. In mijn beleving nooit. Hè. Oftewel, altijd aanval is de verdediging en kan je het niet in je eentje, dan moet je het samen doen. Ja. Um, het tweede punt wat ik wilde maken is als je zeg maar een mobiliteitsbedrijf wordt. En dat hebben we inmiddels gehoord van een heleboel andere bedrijven ja. die dat ook proberen te worden. Is dat je met auto's echt meer geld verdient dan met OV-kaarten en met fietsen. Kijk, fietsen, hè, jullie, hebben uh, jullie hebben Groeneveld gekocht. Ja. Daar ben jij heel tevreden over. Ja. Alleen, het zijn dubbeltjes die je verdient met, mobiliteits, uh, met mobiliteitsproducten. Wanneer... Ja, maar het, uit, het maar. is uh, dubbeltjes euro's, tientallen of honderden euro's. Uh, je moet altijd alles relateren aan de omzet. Uh, oftewel uh, zijn de omzetten laag en de procenten hoog. Uh, en monetair is het weer lager als andersom. En dan zeg ik uiteindelijk, het gaat ook weer om het spel. Hè, wat is het rendement? Uh, wat verdien je over je, uh, over je omzet? En dat dat in een autobedrijf met hele grote getallen gaat, dat weten we. Maar dat maakt de business case met fietsen niet interessanter, niet minder of niet meer interessant als een autobedrijf. Maar alleen als jij nu tien fietsen verkoopt, of sorry, tien auto's verkoopt, en dat worden straks vijf auto's en vijf fietsen, dan heb je nog steeds diezelfde grote dealerorganisatie ja, nodig. Ja, maar dan is inmiddels mijn dealerbedrijf wel veranderd als het zo, zo ja, zou zijn. Dat He? kan. He, dus wat je, wat je als onderneming ook voor moet waken. dat je wel flexibel blijft, kan blijven in het ondernemen. Ja. Je, maar die flexibiliteit met al die panden. al die vaste contracten. Het, 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 het is een bedreiging. Ja, daarom moet je bij elke zakelijke stap die je neemt. je altijd afvragen van als die markt nou eens plotseling verandert. Kan ik dan snel genoeg schakelen om mijn kosten in een dusdanige structuur te brengen dat die weer, weer op orde is? En snel genoeg, dan praat ik niet in weken, dan praat ik niet in maanden, het kan ook in jaren zijn. Oftewel heb ik een van mijn panden een vijfjarig huurcontract, moet ik mezelf altijd afvragen als ik dat vijfjarig huurcontract teken. Om mijn bedrijf te runnen en het zou fout gaan. kan ik die lasten van die vijf jaar eh, dragen. Ja. omdat de handel in elkaar. zo de mietert, om het zo maar ja. te zeggen. Ja, ik, 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 ik snap je leen. We hebben in, de, in onze jaarlijkse dealerholding top 60. Eh, hebben we een overzicht afgelopen jaar gehad van de gezondste bedrijven. Daar hebben we een hele formule op ja. ons gelaten. Ja. En zeg maar, alle complimenten die ik jou gegeven heb. is niet per se omdat ik je complimenten wil geven. Ja. maar gewoon omdat jullie bovenaan in dat lijstje staan. Ja. En, dus het is voor jullie. Uh, voor jullie is het ook gewoon, jullie hebben de tijd en het geduld en de ruimte om dat te doen. Maar een heleboel dealerbedrijven worstelen aan de onderkant en die zijn gewoon bezig met overleven. Hoe? Ja, maar even terug. Uh, dan ga je eigenlijk bijvoorbeeld al zeggen, ja, ik kan het niet, want wij hebben de ruimte niet. Maar wij zijn in 2012 ook begonnen met een met een, met een, met een, met een schuld om te bouwen. Dus als je in de positie zit dat je zegt: Ja, dat kan ik nu niet doen. Zoek dan naar de mogelijkheden dat je het uiteindelijk wel kan doen. En alles kan niet morgen gerealiseerd worden. Je moet je jezelf ook wel eens afvragen: Van joh, dat wil ik graag. Zou ik dat over vijf jaar gerealiseerd kunnen hebben? En dat is ondernemen, dat is bezig zijn met te ondernemen. En, en, en zoeken naar mogelijkheden. Als je, vraag je, als je om je heen kijkt en je ziet al die dealerbedrijven, ook in je eigen rayons, denk je dan, daar zit veel ondernemerschap? Of denk je, jongens, moet een tandje bij? Uh, bij een aantal zit goed ondernemerschap en bij een aantal, daar kan een tandje bij. Ja. Dat zie je al vaak, hè, want uiteindelijk de uitkomst, hè, wat je in een jaar met elkaar gepresteerd hebt, in een jaarrekening, is uiteindelijk wel het rapportcijfer wat je, wat je, wat je meekrijgt. Ja. Om nog even in de voetbalmetaforen te blijven leen. we naderen uh, de slotfase. Ja. Um, even, even kort, waar staat Amega in 2025? Wat voor soort bedrijf en wat voor soort omzet denk jij aan? Of is, durf je er nee, niet verder uit te kijken? Daar durf ik geen uitspraken over te doen. Waar ik hoop te staan over, uh, over vijf jaar uh, in, de, in de ranking. Nog steeds in dezelfde positie waar ik uh, nu sta. He, groei is geen, uh, geen, uh, geen ambitie uh, op, uh, op zich. Groei is onderdeel van de, van de totale bedrijfsvoering. Ja. Maar dat kan ook krimp zijn. Ja. Om, 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 dat, dat, dat snap ik. En om nog maar één keer dan terug te komen op, uh, op de SWOT. Een um, van de uh, bedreigingen is, eh, nogmaals die fabrikanten, die ook zelf... Meer online sales gaan doen, er worden meer EV's verkocht. Dat model kantelt een beetje. Nu is er sprake van dat fabrikanten serieus overwegen om van de dealer een agent te maken. Wat ben jij liever, dealer of agent? Ligt eraan wat de voorwaarden, voorwaarden zijn. Kijk, je ziet de ontwikkeling nu bij Volvo. We, 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 hebben, we zijn zeer blij ook met onze, onze Volvo-vestiging. En de gesprekken zoals ik die nu met, met Volvo gevoerd heb. En. Uh, hun, uh, hun verwachting over uh, de toekomst, daar kan ik me van harte bij aansluiten. Terwijl in die organisatie ook over een agentschap uh, gesproken wordt. Nou, als ik als agent uh, ook op deze manier kan ondernemen, met misschien wat andere voorwaarden, waarom niet? Ja, want wat Volvo dan eigenlijk ook beoogt, is dat dealerbedrijven eigenlijk kleiner, kortere balans, zelfde rendement. Dus Amega dus, dus zou prima een kleiner bedrijf kunnen worden als het rendement maar. Of, maar, maar ja, als het, als het uh, bij, bijbrengt. Kijk, uiteindelijk de fabrikant ontwikkelt en produceert de auto. Ja. Uh, en geeft mij de mogelijkheid ze te vermarkten. Ik blijf natuurlijk altijd afhankelijk van die fabrikant uh, of ze het op deze manier willen doen. Maar ik heb de overtuiging. Dat uh, een, een dealerbedrijf, als die het goed doet, een dusdanig toegevoegde waarde heeft in het marktaandeel van dat merk, uh, dat hij uh, uh, me echt niet loslaat. Nee, want inderdaad, die fabrikant begint af en toe ook wel een beetje zich als jullie concurrenten gedragen. Is dat, ik bedoel, is dat een logische trend en kun je er beter maar aan wennen? Als, zo, als dealer? Ervaar, zo ervaar ik het niet. Nee? Nee, zo ervaar ik het absoluut niet. Nee. Nee. Nee, kijk, als zij uiteindelijk vanuit concurrentieoverwegingen zegt ik wil rechtstreeks via internet auto's verkopen. Want de, dat andere merk gaat het ook doen. Dan kan je zeggen als dealer van dat merk, ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar dan verliest die fabrikant uiteindelijk wel zijn marktaandeel. Ja. En dan zeg ik, ja, dan zal er een kleiner onderdeel voor ons als dealer zijn, omdat een gedeelte op die manier vermarkt wordt. Dan zal ik me op andere manieren weer versterken. Ja. Oftewel, nooit in bedreigingen praten, altijd in uitdagingen praten. Wat is er mogelijk? Iets wat niet gaat, gaat niet. Punt. Nee. Um, ben je niet bang dat het uiteindelijk um, door de opkomst van de agentuurschappen... dat dat ondernemerschap uit het dealerbedrijf? komt? Nee, omdat er, uh, als, we hebben het net gehad over mobiliteit, het gaat zo breed. Uh, dat er altijd mogelijkheden weer binnen die mobiliteit zijn om opnieuw te gaan ondernemen. Het mag het zicht op ondernemerschap nooit vertroebelen. Nooit. nooit. Lijkt me een, een, een prachtige, prachtige laatste zin. Um, Leen, we, we, we zitten in de blessuretijd. Um, is er nog iets waar je op terug wil komen? Uh, nou, erg leuk om hier even, even over uh, te mogen spreken met, uh, met, uh, met jullie. En uh, ja, één ding wil ik toch wel gezegd hebben. Praat in mogelijkheden en kansen. En kijk wat er wel mogelijk is. Want die mobiliteitsmarkt is zo verschrikkelijk groot. Uh, dat ben je in die markt bezig, dan kan je er altijd een plek uh, verwerven. Maar je moet wel op de goede manier doen. Heel goed. Een mooie laatste woorden. Ja. Dankjewel, Leen. Ja, graag en, gedaan. ja, wij uh, hopen je nog vaker te spreken in de toekomst. Ja. Ja, dit was de allereerste 3 keer 15 minuten met. Deze keer met Amega Groep Directeur Leen De Koning. We hopen dat u het een leuke aflevering gevonden heeft. Dat u het concept leuk vindt. Nou, dan rest me nog één ding. En dat is om u te bedanken. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Wat zegt dit dan over om... Jezelf echt uitdagen. Maar dat we heel goed in staat zijn om te herstellen. Is dat wat jullie willen? En daar ik we elkaar is de ontwikkeling zit nu heel erg aan de voorkomen.